Lokeren is rijk aan onroerend erfgoed. Open Monumentendag op 14 september is de ideale gelegenheid om enkele verborgen parels te ontdekken. Zoals dit. Het lijkt op een gewoon huis. Maar eenmaal binnen lijkt het alsof je in een tijdscapsule zit van begin de 19e eeuw. We bevinden ons hier in huis Maas van Driessen. Het is een herenwoning die gebouwd is door een zeer rijke kolenhandelaar in 1901. Het bijzondere aan dit gebouw is dat bijna alle interieurs bewaard gebleven zijn. Doordat het gebouw in de jaren 60 gedecapeerd is, valt het echt niet op in het straatbeeld. Tijdens de Open Monumentendag is het huis eenmalig open. Een unieke kans om de levensstijl en de toenmalige smaak van de rijke klasse uit de 19e eeuw te ontdekken. Aan de hoek van de achterhevel hangt er een toren. En de grote bijzonderheid daarin is dat in feite een douchecabine is. Die is ook nog in volledig authentieke staat. Er wordt een doorlopend gidsbeurt gegeven over de toch wel zeer boeiende geschiedenis van dit gebouw. Daarnaast vindt ook in de hal een kunstentoonstelling plaats, waarbij actuele kunst geconfronteerd wordt met het gebouw. De deuren van het huis Maas van Driessen langs de Kapellestraat gaan open op 14 september om 10 uur en sluiten om 18 uur. Daarnaast kan je ook nog terecht op tal van andere plaatsen. Voor meer informatie kan je terecht op de website van Lokeren.